Goedendag lieve mensen, hartelijk welkom bij de tweede video over de Meikuzini 3D chocoladeprinter. Dit keer willen we echt iets gaan printen. Het is niet de eerste print, dat zeg ik gelijk. En ik zeg ook dat het gelijk ook wel een heel klein beetje gewenning vereist. Waar we nou voor mee gaan beginnen is dat we één zo'n chocoladerol moeten gaan halveren. Daartoe hadden we bij het pakket dat we hebben gekregen een kleine mal gekregen waarop we precies konden zien waar we dat dan moesten doen. Die ga ik er even bij pakken. Ik ga hem er even neerleggen. Een beetje gebogen, nou goed, het zij zo. Ik ga zeg maar die chocolade erop leggen, dan weten we eigenlijk precies waar die gesneden moet worden. Het is wel grappig dat die chocolade net iets groter is als dit, maar goed, het zal wel werken. En dan gaan we dat nu doen. Zo, ik maak er even een snee in. Dan haal ik de mal weg. En dan ga ik hem op de juiste lengte snijden. En dat is nog best wel pittig zoals u ziet. Of zou het aan het mes liggen? Dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Geen idee. Ik wil u natuurlijk ook nog eventjes, want het is 1 januari vandaag, de allerbeste wensen toe gaan wensen. Voor een 2020, hopelijk een gezond 2020 voor u en de uwen. Inmiddels heb ik de chocoladerol gesneden. Had even wat voeten in de aarde. Ik ga degene die ik niet gebruik, ga ik wegdoen. Wegleggen. Net als de mal die ik weer weg ga leggen. Ik ben een opgeruimd iemand wat dat betreft. Zo. En dan gaan wij de houder erbij pakken waar deze chocolade zo meteen in moet. Alleen we moeten natuurlijk even dat plastic eraf halen. Dat is het eerste wat ik ga doen. Het gekke is dat als je de handleidingen kijkt, dan lijkt het net alsof het plastic erom moet blijven zitten. Maar het lijkt me stug. Ten meer ook omdat zeg maar, aan de bovenkant van dat plastic er metaal zit. Ik kan me niet voorstellen dat dat de bedoeling is. Dus met andere woorden, ik haal het af. Ik doe het in de houder. Zo. En dan pak ik in feite ja, de raket erbij, zeg maar even. Dan ga ik dit in doen. Even oppassen. Ik zie dat de raket wat smerig is, dus die moet ik heel eventjes wat schoonmaken. Oké, nu is die beter. En nu moet hij er eigenlijk ook gemakkelijk in kunnen. Daar gaat hij. En dat geheel, ik ga nu even de camera ietsjes draaien. En ietsjes omhoog doen, zodat we het iets wat gemakkelijker gaan zien. Want dat moet hier vervolgens in deze houder hier geplaatst gaan worden. Ik zal wel aan de bovenkant hem even vastpakken, voordat je de zaak helemaal verdraait. In elk geval met een klein slagje draai je hem dan in de goede positie. En zie daar, hij zit erop. Zo. Dan hebben we het printoppervlak. Dat is een plaatje met daarop de tekst Meikuzini. Het is ongetwijfeld bedoeld om de chocola op de plaat te laten houden. En dat printoppervlak dat kunnen we gewoon simpelweg erop leggen. Daar hoeven we niet al te moeilijk over te doen. Dat blijft absoluut liggen. Hoef je niet bang voor te zijn. Dat gaat lukken. Zo, nu is het zo dat er zijn verschillende manieren waarop we kunnen gaan printen. Er worden namelijk al zo'n ongeveer, ik weet het even niet geteld, maar ik dacht ergens gelezen te hebben, zo rond de 200 modellen meegeleverd. Dus deze eerste echte printsessie, die ik ga laten zien op film, die gaat voorzien in een onderdeeltje wat al meegeleverd is. En die meegeleverde printjes, daar zit ook een A4'tje voorbij waarop deze allemaal staan. Heel even kort laten zien. Dan zien we dat. Voor en achter. En ik ga dit keer kiezen voor Halloween. Ik ga een doodshoofdje printen. Omdat ik dat wel grappig vind. Maar er zijn dus heel veel zaken mogelijk. Eerst wat we moeten doen is natuurlijk de printer aanzetten. Dat doen we aan de achterzijde. Zien we hier een aan- en uitknopje hangen. Die zit erbij. Dus ik start hem op. En nu komt de volgende stap. Ik ga even de camera naar boven.
Nu staat namelijk het beeldscherm op. Dat duurt even. Het is een beetje, de software is nog wat traag. Daar zullen updates voor komen, maar hier zien we dat. Hij zegt dat de vulling 100% is. Dat gaat zometeen wel direct afnemen, zullen we zometeen gaan zien. En de temperatuur is nog niet. En hij zegt click to start. Ik heb hem op Duits ingesteld staan, maar dat wordt pas als ik de eerste klik gedaan heb, gaat dat pas gebeuren. Klik. Dan gaat hij homen. Hij gaat zeg maar, ik weet niet of je dat kunt zien, maar je kunt het zeker wel horen. Hij gaat namelijk de printer naar zijn thuispositie brengen. Dat is links achterin, zoals bij de meeste printers eigenlijk wel. Zo. En dan staat hierboven, start met klik. En nou is het wel in Duits, zoals u ziet. En dan zeg ik, ik wil een object produceren. Ja, produceren, ja, dat wil ik. Cartouchewechsel, nee, dat hebben we net gedaan. En nu zien we daar een teller gaan lopen. En die gaat 10 minuten lang lopen. Dus 10 minuten zullen we moeten wachten voordat we kunnen gaan beginnen met de print. Dus ik ben zo bij je terug als die 10 minuten voorbij zijn. Tot zo. Zo, daar zijn we weer. We gaan bijna beginnen zoals je ziet. Nog een aantal seconden. En dan kunnen we gaan kiezen welk object we willen gaan printen. Daartoe ga ik met de draaiknop het model kiezen wat ik wens te hebben. Nou, dat model zit in de lijst Halloween. En dan is dat de skull, oftewel het doodshoofd. Ik zeg klik. Hij vraagt, wil je starten? Ja, dat willen we. Nu wordt hij bewogen. Ik ga heel even de camera ook iets bewegen. Want ik ga hem terugzetten naar de positie waar we gaan kunnen kijken zometeen. Want wat gaan we namelijk doen? We moeten nu de draaiknop een paar keer naar rechts gaan draaien. Totdat de chocola eruit komt. En we zien inmiddels dat de chocolade eruit komt. En dan kunnen we op start drukken. En dan begint het printwerk. Haal ondertussen even dit stukje chocolade af. En dan gaan we kijken hoe dit skeletje, dit doodshoofdje, geprint wordt. En dan zien we de print lopen. We gaan wachten tot hij klaar is. U mag meekijken. Daarna spreken we elkaar weer.
Als je goed ziet, zie je dat aan de onderzijde de onderste laag iets verschoven is. Maar goed, dat is op zich niet zo erg. Als uiteindelijk het eindresultaat verder goed is, kunnen we dat onderste laagje er wel afbreken. En dat gaan we pas zien als het klaar is. Wat u niet ziet, is dat op het display automatisch ook zeg maar, de inhoud van de cartridge blijft worden getoond. Die staat nu op 52%. En hoeveel van het drukproces is afgerond, en dat is op dit moment 47%. Dus we zijn ongeveer halverwege bij het afdrukken van deze schedel.
Nou, inmiddels zijn we op 38% refill aangekomen. Dus 38% heeft de cartridge nog, maar die was direct al van het begin af aan van 100% teruggelopen naar 80%. Dat is eigenlijk vrij normaal. En de druktijd, die is inmiddels, laten we zo zeggen, hij is op 96,5%. Dus nog 3,5% en dan is de schedel klaar. En wat we dan doen als die klaar is, dan gaan we die plaat waar My Cugini op staat, die gaan we eruit halen. En dan gaan we hem even laten afkoelen. Dat is even belangrijk, moet ik hem even laten afkoelen. En daarna ga ik hem hier in op het witte blad plaatsen of eventueel, wat is misschien nog wel mooier, hier in het witte polystyreen dingetje. Misschien dat ik het blad daar even in moet leggen, misschien is dat nog fraaier. Eigenlijk wil ik deze objecten namelijk gaan gebruiken om straks foto's te maken voor mijn bedrijf. Want dit wordt dus een product voor mijn bedrijf. En daar heb ik natuurlijk foto's voor nodig om dat een beetje netjes in de markt te zetten. En je ziet, hij is klaar. We gaan hem nu laten afkoelen eventjes. Heel eventjes maar, dat hoeft niet lang te zijn. Maar dat moet wel even gebeuren. Dus heel even geduld. Ondertussen ga ik even kijken de A4 in de polystyreen leggen hier. Kijken of hij daar zin in heeft. Vast wel. Zo. Dan kan ik hem eraf gaan halen. Ja, is het geen beauty geworden? Absoluut. Je ziet dat die eerste laag niet helemaal goed gegaan is. Maar desalniettemin. Ik ga hem eraf halen. We gaan even verhuizen naar de polystyreen kant. Even die mislukking eraf breken. En zie daar, we hebben een schedel gemaakt van chocola die opgegeten kan worden. Nou, we zullen er even op in gaan zoomen. Voor zover dat gaat. Ja, het is natuurlijk prachtig geworden. Ik hoop dat je ook van deze video weer even een keer genoten hebt. Volgende video gaan we kijken hoe we zelf iets kunnen ontwerpen en hoe we dat kunnen gaan printen. Nou, tot de volgende keer. Dag!